One, two, check, check. I'm back. This time I'm gonna do a video in Dutch. Luitjes, welkom. Rode doos. Nike. De Nike Air Max 1. Maat 43. Check, check. Check. Papier, de sneaker, oh, daar ging mijn camera bijna, oh la 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 la, extra veters, ook in voltkleur, extra, extra, daar houden wij van de extra's. Voor de rest, niks speciaals aan de doos. Oh, daar ging die weer. Zo is het uit. Zo. Ah, even die bijstellen. Sorry, leutjes. Beetje onhandig vandaag. Tjepauw. Wauw, wauw. Deze zijn dik, man. Keihard, vind ik zelf. Zoals ik al eerder zei, extra set veters. Ik zal die andere schoen erbij pakken. Sleutelhanger, tag, met Nike Air erop en oranje. Eerste indruk, ik vind hem wel kei en keihard. Kwalitatief vind ik hem ook heel sterk uitzien. Jawel, jongen. Deze mag er zijn. Deze mag er zijn. Oké. We hebben hier een zwarte. Ja, een zwarte onderzool. Wat zie ik daar? Oh, die is losgekomen. Oké. Nou, geen probleem. Zwarte onderzool met een rood puntje aan de voorkant. Witte middenzool. Echt dat knalwit. Air units. Ook in het voltkleur. Mooi detail. Mooi gedaan. Ik hou ervan. De voorkant voelt aan dat zwarte als ruwe zweet. Niet dat zachte. Kan ook dat nieuw bug zijn. Ik weet het niet zeker. Laat het weten aan de... Hoe heet dat? Ja. Als je weet wat het is, laat het me weten alsjeblieft. Achter hetzelfde materiaal. Zoals de voorkant. De mesh is in een mooi lichtgrijze kleur. Heel mooi. Ik vind het wel chic in plaats van het wit. Zo. Even een close-up. Je wilt het zelf ook even zien. Ik heb een hele slechte licht. Kijk, Ben moet nog. Ben mijn amateur. Nog steeds. Mooi grijs dat mesh. Dat witte. Is leer. Van dat. Kijk. Leer. Als je erin knijpt, dan komt de structuur naar boven. Kwalitatief vind ik het wel zeer degelijk leer, best wel dik. Dus qua materiaal zeer netjes, echt hoogwaardig. Oké. Nee, de swoosh in het rood, dat is wel van Nubuck. Dat voel ik gelijk, dat verschil. Dus dit zal wel zweet zijn, een beetje van het ruwe zweet. En dit is Nubuck. En al dat wit is een beetje dat tambeld leer. Ik weet niet hoe je dat in Nederlands zegt, maar ja, zeer goed kwaliteit. De oogjes hier ook in dat voltkleur. Velgeel. De veters. Die platte normale Air Max veters. De tong hebben ook datzelfde mesh ongeveer als de toebox. Met weer dat voltkleur tag.
En dan in het off-white, een beetje in dat soft white-achtige, de Nike branding erin. Ja. En de tonglijn, de buitenlijn, ook in het mooi zilvergrijs. De binnenkant in dat lichtere grijs. Een heel apart. Heel apart, ja. Ik haal hem even eruit. Dat is het fijne van die Air Maxjes. Kijk deze. Die zijn wazig. Zo, eens even trippen. Je moet niet te vaak dit doen. En de tag zelf. Kijk, daar hebben ze erin genaaid. Ook mooi, hè? Ook in het voltkleur, de Nike embleem. En soft white ja, achterkant. Dat is een nice detail. Oké. Ik duw hem even gauw erin. Zo snel gaat dat met de Air Maxjes. Zo. Oh, dikke sneaker is dit. Qua materiaal vind ik hem best wel oké. En qua afwerking vind ik hem ook heel netjes. De achterkant. Ingeborduurd. De Nike logo. De Nike Air. Ook heel mooi gedaan. En die volt kleur. Echt netjes. Dit hier. Rondom je enkel. Is ook van het grijze mesh. Ook heel mooi. Ik vind hem gewoon dik, man. Als jullie meer van zulke video's willen in het Nederlands, laat het me weten. En like, hit de like button, of hoe zeg je dat? En abonneer op mijn kanaal als je meer van zulke video's als eerste wilt zien. Dan dat belletje. Dan ben je de eerste. Close-up. En dan, wat was het dan? Ik vind hem heel netjes uitzien. Vooral omdat de mesh niet wit is. Oh, oh, om schoon te maken. Oh, heerlijk. Nou, even die andere gauw checken. Of ze daar wat speciaals mee hebben aan de binnenkant. Nee, is hetzelfde. Nou. Dat was hem. Subscribe. Hit de like button. Notification. And see you at the next video. Jongens, tot de volgende keer.